laatste keer dichters dichterbij op het seizoen in Reuver. Ja, na zoveel jaren nu ineens vertrekken, waarom? Nou, zoveel jaren is het niet. Dit is de 10e keer, dat betekent dat het 5 jaar is geweest. Maar het zijn een aantal factoren. De vertraging, het is een fantastische locatie. Dat hebben we ons heel vaak gerealiseerd, dat het heel intiem is. En dat is heel mooi voor wat we daar willen, aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, maximaal 30 mensen, die zitten er niet altijd. En dat is natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje frustrerend, dat je toch voor betrekkelijk weinig publiek bezig bent, aan de ene kant. Maar aan de andere kant, ons streven is om telkens Limburgse dichters te vragen, of dichters met een Limburgse achtergrond, die iets komen vertellen over één gedicht, en daarna nog iets over hun werk en wellicht nog iets anders voorlezen van hun gedichten. Maar ja, er zijn niet zoveel dichters uit Limburg die ook nog in staat zijn om op een goede manier daarover te vertellen. Dus ja, de spoeling wordt een beetje dunner, om het maar heel plat te zeggen. Wat, ja, na 5 jaar of in ieder geval na 10 edities, hoe was dat dan? Ja, het begon met het idee van er was een gedichtendag, die stond in het teken van reizen. Toen dachten we, god, het is eigenlijk wel leuk, de vertraging was toen net open, om daar iets met literatuur te doen, nou, gedichtendag, poëzie. Toen dacht ik, ja, weet je, mensen vinden gedichten iets verhevens, hè, heel ingewikkeld, dat snapt niemand, denken ze. En dat is helemaal niet zo. En dichters zijn, heel veel dichters zijn in staat om uit te leggen hoe hun gedichten ontstaan, hoe dat in zijn werk gaat, hoe dat stapje voor stapje, woordje voor woordje op papier komt en wat er allemaal achter ligt. En ja, dat wilden we de mensen mee laten maken en dat hebben we in die 5 jaar dus ook gedaan. Want er zijn dus een hoop dichters geweest, neem ik aan, na zoveel jaar, ja, 5 jaar, dat klinkt veel, maar het zijn allemaal 10 edities, als ik hier hoor. Wat zijn dan de dingen wat u voornamelijk bijblijven dan na zoiets? Nou, dat was heel divers en dat heeft met leeftijd te maken, grappig genoeg. Heel indrukwekkend was toevallig een oud-leerling van me, Amber Helena Reizig, de stadsdichteres van Heerlen, net 21. Die kwam, had dat nog niet heel vaak in zo'n setting gedaan, die staat meestal op festivals met jongeren en zo. En die kwam dat dus voor een gemiddeld wat ouder publiek vertellen over één gedicht en voorlezen. En ja, het publiek was diep onder de indruk van haar. Ja, ze heeft ook iets een sleurtje mee in wat ze vertelt. Maar zij zat zelf bijna te janken van de warmte die ze vanuit het publiek voelde. Dat was heel mooi. En daarnaast hadden we, ja, toevallig ook uit Heerlen, ik had er niks aan doen, het is mijn geboortestad. Maar Leo Herbergs, die is bijna 90. Vorig jaar is weer een nieuwe dichtbundel van hem verschenen. En ja, zo'n broze oude man die dan vol vuur vertelt over zijn gedichten, uitlegt hoe hij schrijft en ja, dat hij het eigenlijk maar simpel vindt. Je zet een paar woorden op papier en dat is een gedicht. Maar er zit dan zo'n groot verhaal achter, want hoe komen ze dan tot zoiets? Want ja, mensen die er nog niet geweest zijn, ze kunnen dat de laatste keer kunnen ze dat binnenkort zien. Maar even op een verhaal terug te komen, hoe schrijven ze dat dan? Het is simpel dat je een paar woorden neerzet, maar het verhaal erachter, hoe krijg je dat in zo'n korte woorden dan? Ja, het is een kwestie van vissen. Ik overleg altijd van tevoren met de dichters van welk gedicht gaan we het over hebben. Dat bestudeer ik heel grondig. De setting speelt ook mee. We eten altijd samen van tevoren, meestal de muzikanten ook, maar met z'n allen. En dan ja, nou, ontstaat er een sfeer en vanuit die sfeer ga je met z'n allen praten. En ja, nou, dan begin ik langzaam met zo'n dichter, lees het dus voor. De mensen kunnen het op schermen of op papieren meelezen. En dan, nee, je vertelt dat in dit gedicht. Hoe ontstaat dat? En zo geleidelijk aan puzzelen we dan. En het publiek praat vaak mee van, ja, maar waarom hebt u dat dan zus en zo? En ja, dan ontstaat dus een sfeer dat zo'n dichter voelt van, ik word hier begrepen. En ja, dan gaat hij steeds meer vertellen. Dan komt dus echt alles naar buiten toe. Ja. Het diepe van een dichter komt dan naar buiten. Ja, nee, er komt inderdaad een heleboel naar buiten. En alle dichters die geweest zijn, het waren er 18, of het zijn er nu nog 17, de 18e staat op het programma. Die hebben allemaal teruggekeken met ontzettend veel plezier en ja, waren heel verbaasd dat zoiets, Reuver hadden ze vaak niet van gehoord, met alle respect, dat zo werkt en daar kan. Want het is binnenkort de laatste keer. Ja, nou, wat wordt er dan speciaal gedaan om zoiets dan ook echt een afsluiting te geven? Want het heeft natuurlijk wel een basis gevonden voor de dichters die dan Reuver misschien niet kennen, maar toch een hele intieme plek vinden. Ja, nou, ik heb voor de laatste keer een hele bijzondere dichter uitgekozen. Kretje Breukers, die komt oorspronkelijk uit
Leverooy aan de andere kant van de Maas. Want ja, hij is dichter, hij geeft heel veel poëzie uit. Hij is dus uitgever, ook hij is heel criticus. Een heel vervelend kritisch mannetje kan hij zijn. Op het internet heeft hij de meest walgelijke dingen over mij geschreven. Daar kan ik overheen stappen. Want ik vind het heerlijk zo dwars als hij is. En ja, hij schrijft boeiende poëzie. En ja, hij schopt graag, hij is dwars. Nou, daar hou ik van. En voor de pauze praat ik met hem. Na de pauze is de criticus Ben van Meerlijk te gast. En dan gaan we met z'n drieën praten over de poëzie in Limburg. Want omdat dit de laatste keer is, brengen we een bundel uit met gedichten van alle dichters die op bezoek geweest zijn. En dan ben ik zo onbescheiden, ook twee gedichten van mij. En ja, dat vinden we een mooie afsluiting om met die bundel Limburg te laten zien wat wij hier in Reuver allemaal gedaan hebben. Nou, om na 5 jaar dan afscheid te nemen, dan komt natuurlijk iets heel moois. Dat wordt natuurlijk een afsluiting. Maar gaat het dan niet over, wie weet, over een paar weken weer kriebelen van, ja, het moet toch eigenlijk weer terugkomen. Dat gebeurt heel vaak, hè? Nou, weet je, voor SKC hebben we ook ieder half jaar in maart en oktober onze literaire matinée. En daar kan ik ook ontzettend veel leuke dingen doen. Daar komt in oktober bijvoorbeeld een hele boeiende Limburgse dichteres die zowel in het Roermonds als in het Nederlands fantastische gedichten kan voordragen. En we zijn in mei begonnen met de Limburgse avond van het Spannende Boek. Dat is eigenlijk goed bevallen, dus ik zou me goed kunnen voorstellen dat we daar ook mee doorgaan. Wat dat dan gaat, kom ik toch wel weer aan vertrekken. Dus als het daar komt te vervallen, of in ieder geval staat daar de laatste eenmaal geweest is, dan kan de andere literaire avonden misschien uitgebreid worden met een aanvulling van dichters dichterbij. Daar zal wat vaker een dichter voor het voetlicht treden. Sowieso bij onze matinée in oktober zullen we de bundel nog eens heel goed onder de aandacht brengen met 3 dichters die komen voorlezen ook. Wanneer is de laatste avond dichters dichterbij? 26 september, 8 uur in de vertraging. En ja, ik zei het al, het zijn maar 30 plaatsen, dus de mensen moeten er rap bij zijn. Via Fonds Verdonk kunnen ze reserveren.